Het feest was nog lang niet uit, want op die historische dag, 27 februari, gilden om 3 uur de sirenes. Eindhoven was 5e stad van het land. In de raadsvergadering op die dag kwam het tambour- en klaroenkorps van het 17e infanteriebataljon Chassé de zaal binnen gemarcheerd, gevolgd door een Haarlemse delegatie onder leiding van burgemeester Kremers en echtgenoot. Er waren bloemen. Bankbiljetten voor de wethouder van Financiën. En een chocolade 5 uit Haarlem. Maar helaas voor Eindhoven, ergens in de komende jaren zal burgemeester Van Gijzel de chocolade 5 moeten bezorgen bij collega Annemarie Jorritsma. Almere zit Eindhoven qua inwoneraantal op de hielen en blijft maar bijbouwen. Feest in de groeikern van de Randstad dus, net als destijds in Eindhoven. Laten we beide steden eens bekijken. Haarlem dempt oude grachten. Eindhoven graaft ze. Viaduct Haarlem. Viaduct Eindhoven. Haarlem. Eindhoven. Hotel in Haarlem, goed kijken. Hotel in Eindhoven. Het Spaarne. De Dommel. Haarlem. Eindhoven. Maar wat heeft Almere buiten heel veel inwoners dan helemaal te bieden? Almere, Eindhoven. Almere, Eindhoven. Almere, Eindhoven. Almere, Eindhoven. Almere, Eindhoven. Almere, de 5e stad. Op papier misschien wel, maar in de praktijk niet. Van Gijzel hoeft, anders dan zijn Haarlemse collega destijds tegen Eindhoven, nu echt niet tegen Almere op te gaan kijken. Terecht zet Haarlems burgemeester zijn Eindhovense hoge hoed af voor de overwinnaar.